Welkom in de Station House in Leiden. Om jullie nou op weg te helpen in de eerste weken in je nieuwe woning, heb ik tips en tricks. Kom je er tijdens het wonen nou achter dat er iets kapot is in je huis of dat er een lekkage is, dan meld je dat via het klantcontactcentrum door te bellen naar dit telefoonnummer of te e-mailen naar dit e-mailadres. Heb je nou een vraag over je huur of over je servicekosten? Mail dan naar dit e-mailadres voor je huur of naar dit e-mailadres voor je servicekosten. Ja, en je woont hier natuurlijk nog maar net, maar ga je in de toekomst het pand verlaten, moet je natuurlijk je huur opzeggen. Hoe doe je dat? Je gaat naar deze website en vult het huuropzegformulier in. Je meterkast heeft twee deuren. Dit is de warme kant. Hier zit de box van je stadswarmte. Daarmee wordt je huis verwarmd en je water. Je moet verplicht een contract afsluiten bij Vattenfall. Achter de andere deur zit de koude kant. Daar zit namelijk de stoppenkast, de groepenverklaring, de elektrameter, aansluiting voor de kabel en glasvezel en de watermeter. Zoals je ziet is het nogal koud in je woning nu. Daarom wil je natuurlijk zelf je muren behangen of een likje verf geven. Er zit al bouwbehang op en mocht je nou het pand ooit verlaten, moet je het wel weer wit achterlaten. Wil je wat ophangen, moet je natuurlijk boren. Gebruik daarvoor altijd een leidingzoeker, zodat je niet een waterleiding raakt of onder hoogspanning belandt. Daarnaast mag je ook in het plafond boren, maar als je het pand verlaat, moet je alle gaatjes weer netjes dicht. Wil je in je badkamer nou wat ophangen? Doe dat dan door middel van een zuignap of een plakstrip, want boren in de tegels is echt niet toegestaan. Daarnaast heb je in je badkamer de beschikking over een elektrische handdoekenradiator. In de gehele woning heb je vloerverwarming. In deze ruimte zit daarvoor de aansluiting. Daar hoef je in principe niks mee te doen. Maar wat je wel gebruikt, dat zijn deze kastjes. Hiermee verander je de temperatuur van je vloerverwarming. En per ruimte kan je dat instellen. Dit is de MV-box, ook wel bekend als het ventilatiesysteem van jouw woning. Hij heeft 4 standen. Die kan je instellen via het centrale kastje. Uiteraard is er ook een aansluiting voor je wasmachine en wasdroger aanwezig. 2 elektrische punten, een waterpunt en natuurlijk de afvoerpijp. In alle woningen van de Station House is natuurlijk een mooie keuken inbegrepen. Ik geef jou wat tips en tricks om een echte keukenheld te worden. In je keuken heb je natuurlijk een koelkast met een vriesvak. Ook heb je de beschikking over een combi-magnetron met grillfunctie. Alle kastjes en lades in je keuken hebben softdoos. Kijk maar. De keuken is uitgerust met een recirculatiekap. Die heeft 4 standen. En die selecteer je met de draaischijf. En zo te horen doet hij het goed. Om te zorgen dat je recirculatiekap het goed blijft doen, dien je iedere maand deze filters in je vaatwasser te stoppen. Zo blijft ze lekker schoon en blijft hij goed zuigen. De koolstoffilter dien je ieder jaar zelf te vervangen. Hier komt de instructie van je inductie. Je activeert je inductieplaat door met je vinger de aanknop in te drukken. Daarna selecteer je welke pit je wil gebruiken. Met de plus en de min selecteer je de hitte. Tip van mij, mocht je water nou overkoken op de inductieplaat, haal de pannen direct af, zet de inductieplaat uit en haal het water weg. Anders kookt het in en heb je geen mooie inductieplaat meer. En om je leven nou gemakkelijk te maken, hebben wij voor jou een vaatwasser geïnstalleerd. Ja, en mocht je er nou niet helemaal uitkomen in het beginsel, heb ik deze boekjes voor je achtergelaten. Alle ramen en deuren in de Station House hebben 2 standen.
de normale stand, maar ook de kiepstand. En kom je nou niet bij je luchtroosters? Geen probleem, we hebben stokjes voor je achtergelaten. Om het veilig te houden in de station house heeft iedereen de beschikking over een videofoon. Daarmee kan je zien wie er voor de deur staat en de deur open doen voor alleen maar bekenden. Zo, dat waren alle ins en outs over jouw woning in de station house in Leiden. Ik hoop dat je een mooie tijd gaat beleven in je nieuwe woning. Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, meld je dan bij MVGM via dit e-mailadres. Tot ziens en wellicht tot ooit in de station house Leiden.